Goedenavond, welkom. We zitten hier weer in de coronacave. En ja, ik heb nog gedacht, kan ik een tekening maken vandaag? Maar geen inspiratie gevonden, jammer genoeg. Maar ja, ik heb gehoord van een of andere people die een beetje crazy ging in Tielt. En dat is waardoor dat school ook gesloten werden, moesten gesloten werden ter beveiliging. Maar ik heb niet echt gehoord van hoe dat al afloopt. Nee. En op VRT Nieuws stond het niet. Dus ja. maar ja, de reden waarom ik hier ook mijn filmpje hadde is. Het is alweer even geleden dat nog mijn corona-cijfers gefilmd. En dat is nog altijd niet gedaan. Het blijft gaan. Ik weet niet hoe lang dat ik dat nog ga doen. Maar ik wilde voor de verandering nog een keer dit nog een keer doen. Plus het weekend is gepasseerd. De weekendcijfers zijn hier weer. Dus, dan is er altijd wel een hoop mensen die erbij komen. En ik vermoedde dat ik iets ga doen met deze slinger hier, met mijn slinger. Oh man, ik ga iets doen met mijn slinger. Ik vermoedde dat ik iets ga doen met mijn slinger in Brugotta. Dat is de tentoonstellingen dat ik doe met mijn vader. Vanaf nu zaterdag tot het einde van oktober. Krak, 31 oktober is de laatste dag. En daarom ga ik hem zeker nog up-to-date houden. Het waren 8 op voor zaterdag. Oh, zondag. 8 overledens voor zondag. 5 voor maandag. En 7 voor vandaag. Dus ja. Van de zomer zag er even goed uit dat de corona volledig ging verdwijnen voor hoeveel mensen dat ziek ging maken. Maar dat het dus jammer genoeg niet aan mag doen. De ambulance in de achtergrond. Nee.
Ik heb dat hier verkeerd hangen. Ik dacht van ja, kan ik ook iets doen over de hoge gasprijzen. Ik weet dat er wel iets is dat veel mensen nu eigenlijk wel bezig wordt. Want de gasprijzen zijn echt wel extreem hoog. En heel veel mensen verwarmen op gas. Dus ik ben dat veel mensen ook bezig van, hoe gaan we dan in beton? Het is toen dat de winter niet al te koud is. Het zou nog veel miserie kunnen veroorzaken. De vorige winter was al behoorlijk koud, blijkbaar. Dus ja. Maar ja, bon, alles ten gepaste tijden. Dit zijn de ja, overledens van de afgelopen weken. Sinds begin september. He. We beginnen naar de 17, ja, 19 maanden in coronacrisis. Wat sinds het begin. Ik ben niet echt van de coronaklap. Nee. Nu is het eigenlijk meer de herstelfase. En ik weet dat de corona allemaal veroorzaakt heeft van andere nevenschade. Ja. Dat gaat wel even door tegen dat er ook is weer dat allemaal. Ja, dat er allemaal nog van extra problemen zijn bijgekomen. De gasprijs is er eentje eigenlijk van. Toch tenminste dit een deel. Maar ja, ik zei mensen, het was een klein beetje droger vandaag. ja. Maar in elk geval, tot morgen. Salutjes.